Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van Polybridge. Ja, de vorige aflevering was ik hier vast komen zitten bij deze brug, de ship, 36 meter shipping canal. En ik heb het uiteindelijk opgegeven en ik ben er gewoon mee gestopt. Ik heb net nog even geprobeerd, maar het lukte echt niet. Dus ik heb heel veel gespiekt op Google, gewoon eventjes de naam van het level ingetypt. En daar kwam ik deze brug tegen, dus laten we kijken of die werkt. Oké, ziet er tot nu toe al goed uit. Hier en hier wel wat stress, maar... Oké, dat gaat hier zwaar, maar... Het lijkt al te werken. Want als deze ook niet doet, dan weet ik ook echt niet meer hoe ik het zo moet doen. Want als zelfs de oplossingen van Google niet meer werken, dan... dan is er niks meer dat werkt. Maar als het zo te zien gaat hij het wel doen. Die wielen bewegen trouwens echt heel vaag. Zo. Oké, haalt hij het? Ja, hij heeft het gehaald. Ja, dat was echt wel een heel lastige brug eigenlijk, vond ik. Hopelijk... Oh, ik heb deze video's gezien en ik hoorde iedereen erover dat deze echt super moeilijk is. Dus, ja. Dan, dat wordt een uitdaging. Oh, hij moet er overheen. Oh, niet zo. Volgens mij zijn die bussen ook best zwaar. Zoiets, denk ik. En hoeveel geld hebben we? Oké, we hebben 30.000. Laten we beginnen met gewoon zo'n standaard ding eroverheen te maken. Ja, het helpt eigenlijk altijd wel zo'n standaard shipper ding. Sip. Laat ik dit level misschien even doen met de grid uit. Misschien dat iets makkelijker is. Ik vind het wel mooier uitzien zo eigenlijk zonder de grid. Die dingen een beetje verplaatsen dat ik uitkom. Even kijken hoor. Nu moet ik al die dingen gaan verplaatsen natuurlijk. Oh, valt mee. Dit gaat natuurlijk niet houden. Nee, oké. We hebben nog wel wat geld over. Dus wat ik denk dat ik ga doen is gewoon zeg maar zo'n kleine extra zipper erbovenop maken. Want het zorgt wel voor heel veel extra stevigheid. Als ik hem niet al te hoog maak, dan... Zou het volgens mij ook niet al te veel kosten, hè? Oké. Okay. Dit even iets verplaatsen. Het is lastig dat we al echt alleen maar hout gewoon hebben om mee te werken. Oké. Okay. Als we deze gewoon iets verhogen, zou het misschien gewoon nog werken ook, dit. Vooral het midden komt natuurlijk veel kracht op te staan, dus dat is extra belangrijk dat het hoger is. Want de zijkant, dat geloof ik eerlijk gezegd wel. Het wordt natuurlijk ook zwaar, de brug zelf wordt natuurlijk ook zwaar als ik dingen verleng. Ik vind dat het er tot nu toe eigenlijk nog best wel oké gaat. Als we hier gewoon nog zo'n ding op maken. Kan ik die nog iets verder uittrekken ofzo? Zoiets, zal dit werken? Het zou natuurlijk net een klein beetje kunnen zijn dat het laat werken, maar dat is het natuurlijk niet. Deze dingen zorgen wel echt voor heel veel extra stevigheid. Dus gewoon zo'n grote driehoek hebt. En erin maak je gewoon nog meer kleine driehoekjes. Over het algemeen helpt dat wel. Dan halen we dit weer even weg. En zoiets dan denk ik.
Zal dit werken? Ik ga nog even zelf wat proberen en dan ben ik weer terug als ik het een beetje werkend heb, want alles gaat heel lang duren zo, dus tot zo. Oké, ik heb nu een nieuw model gemaakt en het ziet er niet zo heel stevig uit, maar ik had al een klein beetje getest en het zag er op zich al goed uit. Ik denk dat je het nu wel kan halen. Want hij had het... Oh, toch net niet. Maar we hebben nogal wat geld over, dus we kunnen hier nogal wat aanpassen. Zoiets doen misschien? Dit zou het wel een stuk steviger moeten maken, denk ik. Dus ik hoop dat het nu werkt. Het werkt gewoon. Perfect, mooi. Oeh, max joint stress. 98%. 98,5% zelfs. Dat is best veel. Laten we kijken naar de volgende brug. Double deck lift. Oh, ja, dit heb ik gezien. Dan heb je te weinig weg eigenlijk. Dus moet je gedeelte van de weg moet je dan optillen of zoiets was het. Kijken. Ja. Want ik heb niet genoeg weg om zeg maar hier ook nog een stuk te kunnen doen. Want ik heb maar nog twee stukjes weg over. Dus ik moet die hele brug zo meteen optillen als het ware. Dat is best lastig. Laten we in ieder geval even een begin maken. Ik denk dat we zoiets totdat het beste zou werken. En even kijken hoor, hoe gaan we dat vastmaken allemaal? Daar kunnen we best een kabel voor gebruiken om dit zo te doen. En dit ook. En wat ik dan eigenlijk wil doen, is eigenlijk een nieuwe tactiek gebruiken die we tot nu toe eigenlijk nog nergens gebruikt hebben volgens mij. En dat is namelijk een zipper aan de onderkant maken. En dan in plaats van hout ertussen gebruik je kabels. Want volgens mij zou dat heel stevig moeten zijn dan. Als ik het goed heb tenminste. Het zou best kunnen dat ik het ook niet goed heb hoor. Even kijken hoor. Dan... Oké, gelukkig hebben we wel een limited kabel. Anders zou het helemaal onmogelijk zijn. Kijken. Ja, dat is op zich best stevig. Dus als we dat gedeelte nou op kunnen tillen, dan komen we volgens mij al gewoon heel eind. Verbinden we deze eventjes. Alleen het optilgedeelte wordt waarschijnlijk ook nog wel flink lastig. Ik denk dat het met zoiets dat we het beste kunnen doen. En dan een kabel. Nog een kabel. Heb ik suspension? Nee. Oké, als we nou gewoon de hydraulics zo doen. Even kijken, zo. Zo en dan de rest met een kabel. Het zal vast nog niet gelijk de eerste keer werken. Denk ik. Als het wel werkt, komt het natuurlijk gelijk mooi uit. Maar ik heb het... Oh, dat is een ding. Op zich gaat dit denk ik nogal werken ook. Als we deze eventjes anders doen. Even met hout denk ik gewoon. Oké, gaat dit werken is de vraag. Want dan zou het echt wel een briljante oplossing zijn. Oké, hij is nu ietsje te hoog. Dus hij moet minder omhoog trekken, dus moeten we de hydraulic korter maken. Dus zoiets dan, denk ik. Nee, nog ietsje korter. Oh, niet zo, maar... Zo doen we dat. Als we alleen deze kant kort maken, kan die hier makkelijk oprijden, kan die hier makkelijk afrijden als het ware. Als u snapt wat ik bedoel, waarschijnlijk niet, maakt niet uit. Bijna.
Kijk, nu hoef je echt maar nog een heel klein beetje aan te passen voordat hij het ook echt gewoon zal doen. Hoop ik. Oh, hij schommelt wel een beetje, maar dat maakt niet uit, want hij werkt gewoon. Dit was toch helemaal niet zo moeilijk? Gewoon het eerste model dat ik heb gemaakt werkt eigenlijk gelijk al. Oops, you've reached the end of the current campaign, devils. But don't worry, more levels will be coming very soon. You can download more levels in the Steam Workshop too. Oh, dat betekent dat we het spel hebben uitgespeeld. Ik weet, deze levels die zijn al uitgekomen, volgens mij. Maar ik heb hem niet via Steam gekocht, dus daarom heb ik niet alle levels nog. Dus deze levels heb ik helaas nog niet. Ga ik waarschijnlijk ook niet regelen. Ik vind het hier wel mooi geweest voor de serie. Ik ga nog wel gewoon eventjes de sandbox wat aanklooien. Zal kijken of ik nog een coole brug kan maken voor jullie om te laten zien. En dan ben ik zo weer terug als ik misschien nog een mooie brug of zo heb gemaakt. Dus tot zo. Ik heb het even geprobeerd zelf een level te maken, maar het werkte echt voor geen 1 meter gewoon dat alles de hele tijd gewoon helemaal bukt, omdat het denk ik nog niet al af is gemaakt in de versie die ik heb in ieder geval. Want ik heb early access versie, dus ja, dat gaat nog niet al werken dan. Maar dan is dit het voor deze serie. Hopelijk hebben jullie genoten van deze serie. Ik in ieder geval wel, ik vond het echt een top game om te spelen. Ja. Moet ik weer even een andere game vinden om te spelen. Als jullie nog suggesties hebben, laat me even weten. Dan zal ik kijken wat ik ermee kan doen. En laat ik even een like achter voor weer een serie die afgemaakt is. De tweede serie op mijn kanaal die echt helemaal is afgemaakt. Samen met Lego Island 2, ook een serie die ik echt kan aanraden als je deze serie leuk vindt. En nou, dat was het dan. Ik kan nog wel over door blijven praten, maar daar hebben jullie ook geen zin in. Dus vergeet niet een duimpje omhoog achter te laten. Laat een reactie achter. Vergeet niet te abonneren. En dat was het dan. Doei!